boven en onder. Beter, hè? Dat is veel meer lengte. Thank you.
Dat is niks verder.
Klopt. Dan blijven jullie even hier zitten en als er iets is, kunnen jullie vragen aan de mensen zelf. Oké? Maar je, ik was sowieso van de oud-leerling van de, ja. Basisonderwijs, neem ik aan. Ja. Leuk. Ja. Onderwijs kan leuk zijn. Ja, dat zegt u het heel goed. Ik heb er zelf ook 20 jaar in gezeten. Ik ga inderdaad leven. Ja. Ja, en dan in zwemonderwijs of in de Nee, voortgezet onderwijs. Kijk, nog beter. Wist natuur scheikunde. Wow. Ja. Rotterdam Noord, of het centrum en Alexanderpolder. Hoge vakanties had je dan? Nou, ja, ja. Maar daar doe je het niet voor, dus ik niet. Nee. Ja, en nu is denk ik alweer een heel groot verschil. Ik heb het tot 90 gedaan, ja. Ja, maar. Ja, ja maar ook wel. 33 jaar geleden, hè? Ja, ja, dat ja, is ja. Nu zijn ze wel wat mondiger. Ja. Ik denk dat het onderwijs nu wat minder leuk is. Het ligt ook aan hoe je jezelf goed stelt. Ook dat is heel belangrijk hoor. Thank you.
heel snel gaan. Ben je nog in het begin wel van je gaat altijd een beetje lastig? Dan ging je er doorheen en toen kon je ineens alles. Dames en heren, de mededeling van de organisatorische aard. Het wedstrijdbad is gesloten voor in- en uitzwemmen. En dat is ook het 25 meter gedeelte aan de zijde van het scorebord. Er kan wel in- en uit worden gezwommen in het 25 meter bad aan de achterzijde van het scorebord. Maar niet dus in het grote wedstrijdbad. Dames en heren, van harte welkom bij het middagprogramma van de NK Sprint 2023. Onderdeel van het NKNL. Er wordt niet alleen gezwommen hier in de buurt, maar bijvoorbeeld ook geturnd en gejudo'd. We gaan zo direct met het zwemprogramma aanvangen. En dat doen we natuurlijk, begeleid door uw applaus, met onze officials. Dames en heren, uw scheidsrechter bij de heren, Carina van Holst, Pellekaan. Scheidsrechter bij de dames, Robert van Vuren.
Starter bij de heren Jaap-Jan Epema. En uw starter bij de dames Theo Domen. Dames en heren, uw applaus voor onze officials. Officials, u mag uw plaatsen innemen. En dan meld ik u dat boven het 23,5 meter bad een drone zal vliegen om videoopnames te maken. Houdt u daar rekening mee, hij blijft bij u uit de buurt. Maar boven dat zwembad gaat de drone dus videoopnames maken. Verder noem ik dat alle tijden die ik deze middagsessie noem officieus zijn totdat ze bevestigd zijn door de scheidsrechter. En de zwemmers in aankomstvolgorde op het scorebord staan. En dat betekent ook dat afmelden voor de finales kan tot 30 minuten na het einde van de desbetreffende halve finale programmanummer. Dus na de tweede. En dan vraag ik uw aandacht voor het scorebord, want daar zien we... Samen brengen we heel Rotterdam in beweging. Met meer dan 180 sportlocaties. De perfecte ondergrond voor elke sport en elke sporter. Van beginner tot pro. Met onze ondersteunende diensten. Die alle locaties in topvorm brengen en houden. Met onze sportregisseurs. Die met je meedenken over sport. En met betere communicatie en zichtbaarheid. Door heel de stad. Maar we krijgen heel de stad vooral in beweging. Door samen te werken. Medewerkers van de sportbedrijf. De sportaanbieders van Rotterdam. Al onze partners en stakeholders. En alle sporters en sportverenigingen. Alleen samen kunnen we deze sportieve uitdaging aangaan. Alleen samen maken we van deze wereldstad de mooiste sportstad van Nederland. Ben je er klaar voor? We beginnen dit finale en halve finale blok met de dames 50 meter vrije slag parafinale. Met op baan 5 voor Blue Marlins, Aguila Dolsma. Op baan 4 voor de krabben, Susie Bellis. En op baan 3 voor de otters het gooi, Jenna Gorter. Dit is de dames 50 meter vrije slag parafinale. Er volgt nu eerst nog een proefstart. Op uw plaatsen. Ja, hij doet het zo uit. Hij doet het, dus dit is de dames 50 meter vrije slag parafinale.
Bij deze 50 meter vrije slagbare finale is als eerste bij de muur Suzy Bellis. Een tijd van 31,65, 730 punten. Aguila Dolsma 604 punten en Jenna Gorter 466 parapunten. We gaan naar de officiële uitslag en we zien daar 730 punten. Uw applaus voor de Nederlandse sprintkampioene Suzy Bellis. Wij gaan verder met programma nummer 2. De dames 50 meter vrije slag eerste halve finale. Met op baan 8 voor de ZPC Amersfoort, Marin Wieling. Op baan 7 voor Blue Marlins, Babette van der Kaai. Op baan 6 voor VZC, Marjolein Delno. Op baan 5 voor de Dolfijn, Kinge Zandringa. Op baan 4 voor WVZ, Britta Koehorst. Op baan 3 voor VZC, Silke Holkenborg. Op baan 2 voor PSV, Sterre Hendricks. En op baan 1 voor TRB RES, Hanna Schellekens. Op uw plaatsen. Als eerste bij de muur in deze halve finale is Britta Koers in een tijd van 25.09. Ze scherpt daarmee wederom haar persoonlijk recordtijd aan. 200ste van een seconde is zij sneller dan vanmorgen. Tijdens een officieel. We gaan verder met de dames 50 meter vrije slag, tweede halve finale. Met op baan 8 voor PSV, Janne Slegers. Op baan 7 voor Dedemsvaart AC, Manon Kompanjer. Op baan 6 voor PSV, Nienke Jonk. Op baan 5 voor de Dolfijn, Femke Hoppenbrouwer. Op baan 4 voor WVZ, Milou van Wijk. Op baan 3 voor WVZ, Anne Paalmans. Op baan 2 voor Hellas Glana, Chantal Zende. En op baan 1 voor Dedemsvaart AC, Michelle Zomerdijk. Van Wijk is vanmorgen 24.55 neergezet in de series en nu gaat ze wederom op kop. Een mooie tijd van 24.44 finish als eerste in deze halve finale. Mooi persoonlijk record ook gezommen door Van Wijk. Wederom 1100ste van een seconde sneller en de snelst gezommen tijd in de halve finales. Dan kijken we naar de summary, de snelste 8 die door zijn naar de finale. En dat zijn Kompanjer, Zende, Paalmans, Holkenborg, Zandringa, Hoppenbrouwer, Koorst en Van Wijk. En zij verdienen uw applaus. Wij gaan verder met de heren 100 meter wisselslag parafinale. Met op baan 5 voor Batavia Swim, Jesse Bruines. En op baan 4 voor MSV Zeemacht, Christophe Smit. Dit is de heren 100 meter wisselslag parafinale. Op uw plaatsen.
Bij deze para-zwemmers dus twee zwemmers te water. Christel Smit zwemt in S8 categorie. Jesse Bruin is in S9. Dat betekent dat we moeten wachten tot de aantik, totdat we weten wie er de Nederlands para-kampioen is op de 100 meter wisselslag bij de heren. Die tijden die zij dan zwemmen, die worden omgezet in een puntenaantal, een para-puntenaantal. En degene met het hoogste puntenaantal, die wint deze finale. Christel Smit, 50 meter aan de leiding op het gebied natuurlijk van tijd. 34-88 en nu op 100 meter in 1:16:42. En dat is een mooi persoonlijk record. Vanmorgen in de serie som die al een PR en nu wederom. Jesse Bruin is in 1:26:47 bij de muur. Tijdens zijn officieel, Bruines zwemt 362 parapunten, maar 593 punten is het hoogste puntenaantal. Uw applaus voor de Nederlands parakampioen Christel Smit. Wij gaan verder met de halve finales van de heren. 100 meter wisselslag. In de eerste halve finale op baan 8 voor Hellas Klana, Lars van der Heijden. Op baan 7 voor ZNPC Zegenwerp, Rick van Hamond. Op baan 6 voor de HZNPC Heerenveen, Wouter Zelstra. Op baan 5 voor Nextline Swimming, Stan de Zwart. Op baan 4 voor Feyenoord Albion Zwemclub, Perry Laarhoven. Op baan 3 voor Feyenoord Albion Zwemclub, Ivo Stolk. Op baan 2 voor De Warande, Nico Kamphuis. En op baan 1 voor de Dolfijn, Bjarne van Oort. Op uw plaatsen. Baan 4 Perry Laarhoven, vanmorgen dus de op 1 na snelste tijd neergezet op deze 100 meter wisselslag, 56-02. Hij keert nu in de derde positie op 50 meter. Aan de leiding gaat Ivo Stolk in 24-96 en in tweede positie Stan de Zwart in 25-26. Laarhoven die nu komt opzetten tijdens de schoolslag. Hij was zojuist iets sneller wel dan vanmorgen in de series. Hij keerde toen in 25-90. En won het dus op het tweede gedeelte van zijn race. En nu Laarhoven dus ook in baan nummer 4. Hij gaat hier als eerste finishen, maar krijgt van Ivo Stolk wel zware concurrentie. En dan zien we net bij die Laarhoven als eerste finishen in 55-51. Slechts 200ste van een seconde voor Ivo Stolk in 55-53. 55-51 is een PR van een 100ste van een seconde voor Laarhoven. En de snelste zomertijd tot nu toe, want de uitslag is officieel. We gaan verder met de tweede halve finale van de heren. 100 meter wisselslag. Met op baan 8 voor Noordwijkerhout, Bert Duivenvoorde. Op baan 7 voor WVZ, Joost de Roy van Zuidewijn. Op baan 6 voor Nuenen, Luc Smits. Op baan 5 voor Blue Marlins, Michael Smink. Op baan 4 voor WVZ, Sean Niewold. Op baan 3 voor Feyenoord Albion Zwemclub, Ensger Kotterink. Op baan 2 voor PSV, Stan Bijnenburg. En op baan 1 voor ZPC de Zeeuwse Kust, Kalle van Gemert. Plaatsen.
Naam de leiding in baan 2, Stan Pijnenburg. Terug van weg geweest, weer fit verklaard. 3 weken geleden vertelde hij mij. Nu 24-26 op het keerpunt 50 meter. Hij zwom de laatste baan vrije slag vanmorgen op een wat rustig tempo. Nu wil hij iets harder gaan om voluit te gaan in de finale. Dan moet hij die wel gaan halen, maar hij heeft daar goede papieren voor, want hij heeft nog de voorsprong. Hier zien we wel in baan 3 nu Enschar Kotterink met het hogere slagtempo. Die komt als eerste bij de muur. Enschar Kotterink in een tijd van 54-85. Tweede tijd is voor Pijnenburg, 55-47. Hij is daarmee sneller dan vanmorgen, best wel wat ook. Ietsje langzamer nog dan PR-tijd, 53-21. En de derde tijd voor Niewold in 55-86. Tijden zijn ook officieel, we gaan naar de snelste 8 die door zijn naar de finale. En dat zijn Smits, Smink, De Zwart, Niewold, Stok, Laarhoven, Pijnenburg en Kotterink. En zij verdienen uw applaus! Wij gaan verder met de dames, 50 meter schoolslag, parafinale. Met op baan 6 voor Batavia Swim, Quinette van der Spek. Op baan 5 voor De Krabben, Suzy Bellis. Op baan 4 voor Blue Marlins, Aquila Dolsma. En op baan 3 voor de Otters het Gooi, Jenna Gorter. Dit is de dames 50 meter schoolslag parafinale. Op uw plaatsen. Aquila Dolsma vanmorgen het hoogste puntenaantal en nu als eerste bij de muur in een tijd van 39-57. 648 punten. Suzy Pellis 40-20 is haar tijd en 622 punten. Jenna Gorter 404 punten en Gwyneth van der Spek 493 punten. We gaan naar de officiële uitslag. En dan zien we dat 648 het hoogste puntenaantal is. Uw applaus voor de Nederlandse parakampioene Aquila Dolsma. We gaan verder met de dames 50 meter schoolslag halve finales. In de eerste halve finale op baan 8 voor Wetterwille, Vardouw Dikkers. Op baan 7 voor Hellas Glana, Judith Houtvast. Op baan 6 voor VZC, Marjolein Delno. Op baan 5 voor Blue Marlins, Lynn Blommers. Op baan 4 voor PSV, Sterre Hendricks. Op baan 3 voor Dedemsvaart AC, Ismee Lichtendonk. En op baan 1 voor Nuenen, Robin Goossens. Plaatsen.
Sterre Hendricks in 31-31 bij de muur gekomen. Dat is sneller dan vanmorgen en ook sneller dan haar persoonlijke recordtijd van 31-39. Ze zendt daar dus 800ste af en de tijden zijn ook officieel. We gaan verder met de tweede halve finale, dames 50 meter schoolslag. Op baan 8 voor VZC, Louise Gepkens. Op baan 7 voor VZC, Silke Holkenborg. Op baan 6 voor Dedemsvaart AC, Michelle Zomerdijk. Op baan 5 voor WVZ, Jill Nai Tjungtong. Op baan 4 voor WVZ, vanmorgen naar een nieuw kampioenschapsrecord, Anne Palmans. Op baan 3 voor VZC, Bridget Vermeer. Op baan 2 voor Feyenoord Albion Zwemclub, Fenna de Groot. En op baan 1 voor TRB RES, Hanna Schellekens. Op uw plaatsen. Anne Palmans is vanmorgen in 31-01 een nieuw kampioenschapsrecord. Haar persoonlijke recordtijd is 30-55. En zij zwom dat op in Den Haag 4 december 2021. Dat is al een tijd geleden weer. Maar hier de forse voorsprong voor Palmans in 30-90. Duikt zij onder de 31 seconden. En dat is een verbetering ten opzichte van vanmorgen. En dus een nieuw kampioenschapsrecord. Tijden zijn ook officieel. We gaan naar de snelste 8 dames die door zijn naar de finale. En dat zijn Holkenborg, Delno, Lichtendonk, Vermeer, Blommers, Tjungtong, Hendricks en Palmans. En zij verdienen uw applaus. We gaan verder met de heren 50 meter vlinderslag parafinale. Met op baan 5 voor Batavia Swim, Jesse Bruiners. En op baan 4 voor MSV Zeemacht, Christoph Smit. Dit is de heren 50 meter vlinderslag parafinale. Christel Smit bij de muur in 34-35 en Bruiners in 35-33. Beide een mooie tijd en een persoonlijk record gezommen. Sneller ook dan vanmorgen. De tijden zijn ook officieel. Bruiners 463 punten, maar Christel Smit zwemt 580 punten bij elkaar. Dat betekent dus hij is de nieuwe Nederlandse parakampioen. Uw applaus voor Christel Smit. Wij gaan verder met de heren 50 meter vlinderslag halve finales. In deze eerste halve finale zwemt op baan 8 voor TRB RES Melvin Prins.
Op baan 7 voor de zwemvereniging Hoogland, Bas Dries. Op baan 6 voor Next Line Swimming, Stan de Zwart. Op baan 5 voor Hellas Glana, Niels de Boer. Op baan 4 voor Blue Marlins, Michael Smink. Op baan 3 voor Feyenoord Albion Zwemclub, Perry Laarhoven. Op baan 2 voor Noordwijkerhout, Bert Duivenvoorde. En op baan 1 voor De Warande, Nico Kamphuis. Op uw plaatsen. Michael Smink vanmorgen dus de tweede tijd en als snelste in deze eerste halve finale. Hij heeft nu ook de forse voorsprong en tikt aan in een tijd van 23.72. Mooie tijd en een persoonlijk record voor Smink, 1200ste van een seconde eraf. Mooie tijd ook voor Niels de Boer, de tweede tijd 24.17 en de derde tijd voor Laarhoven 24.53. De tijden zijn ook officieel, zien we op het scorebord. En dat betekent dat we verder gaan met de tweede halve finale, heren 50 meter vlinderslag. Op baan 8 voor Hellas Glana, Lars van der Heijden. Op baan 7 voor Nuenen, Alexander Nijst. Op baan 6 voor PSV, Stan Pijnenburg. Op baan 5 voor WVZ, Sjan Niewold. Op baan 4 voor Feyenoord Albion Zwemclub en houder van het kampioenschapsrecord, Thomas Verhoeven. Op baan 3 voor Blue Marlins, Jay de Vries. Op baan 2 voor Nuenen, Luc Smits. En op baan 1 voor ZNPC Zegenwerp, Rick van Hamond. Deze halve finale, Thomas Verhoeven de leiding vanuit baan nummer 4. Lichte voorsprong op Stan Pijnenburg. Verhoeven bij de muur in 23.39. Sneller dan vanmorgen dus. 14e ongeveer. Tweede aantiktijd hier voor Stan Pijnenburg. 24.30 en de derde tijd voor Jay de Vries. Uitslagen zijn officieel van deze 50 meter vlinderslag tweede halve finale. En dat betekent dat we gaan naar de summary, de snelste 8 die door zijn naar de finale. En dat zijn De Zwart, Laarhoven, Niewold, De Vries, Pijnenburg, De Boer, Smink en Verhoeven. En zij verdienen uw applaus! En dan hebben we nog twee programmanummers te zwemmen. Een 50 meter rugslag bij de dames en een gemengde estafette 4x50 meter vrije slag. Voordat we aanvangen met het eerste blok van de ceremonieën protocolair om 16:41. We gaan nu verder met de dames 50 meter rugslag halve finales. In de eerste halve finale zwemt op baan 8 voor WVZ Marit Huisman. Op baan 7 voor VZC Marjolein Delno. Op baan 6 voor De Dolfijn Femke Hoppenbrouwer. Op baan 5 voor WVZ Milou van Wijk.
Op baan 4 voor PSV, Manon Manning. Op baan 3 voor de Dolfijn, Amber Sely. Op baan 2 voor Dedemsvaart AC, Manon Kompanjer. En op baan 1 voor TRB RES, Hanna Schellekens. Na de onderwaterfase van het keerpunt zien we de voorsprong voor Manon Manning. Ze is om vanmorgen 28.30, haar persoonlijke recordtijd 28.27 en nu bij de muur in 28.02. Mooi persoonlijk record gezommen door Manning. Tweede tijd voor Milou van Wijk in 28.40. Zij zwemt ook een mooie tijd, 300ste van een seconde langzamer dan bij de series vanmorgen. De derde aantiktijd is voor Manon Kompanjer in 29.31. En zij zwemt daarmee een mooi persoonlijk record van ongeveer een halve seconde. Dan gaan we naar de officiële uitslag zo dadelijk van deze 50 meter rugslag eerste halve finale bij de dames. En de tijden zijn dan officieel 28.02 is de snelste zommetijd in deze eerste halve finale. En dat is de tijd van Manon Manning. Wij gaan verder met de tweede halve finale. Dames 50 meter rugslag. Met op baan 8 voor de Dolfijn, Kinge Zandringa. Op baan 7 voor Blue Marlins, Babette van der Kaai. Op baan 6 voor PSV, Sterre Hendricks. Op baan 5 voor Dedemsvaart AC, Ismee Lichtendonk. Op baan 4 voor WVZ, Britta Koehorst. Op baan 3 voor VZC, Silke Holkenborg. Op baan 2 voor PSV, Nienke Jonk. En op baan 1 voor WVZ, Jill Nai Chungtong. Op baan 4 aan de leiding Britta Koehorst na een lange onderwaterfase. Vanmorgen 14e van een seconde onder haar persoonlijke recordtijd. En nu zet ze een tijd neer van 27.63 en scherpt ze dat wederom aan met 700ste van een seconde. Tweede tijd voor Ismee Lichtendonk, 28.43 en de derde tijd voor Silke Holkenborg in 28.87. Tijden zijn ook officieel. We gaan naar de summary. De dames die door zijn naar de finale. En dat zijn Sely, Kompanjer, Hendricks, Holkenborg, Lichtendonk, Van Wijk, Manning en Koorst. En zij verdienen uw applaus. Wij gaan naar de gemengde 4x50 meter vrije slag estafette.
in de eerste serie op baan 6, Zwemlust, Den Hommel. Op baan 5, Dedemsvaart, AC. Op baan 4, ZV 44. Op baan 3, de Duinkikkers. En op baan 2, Feyenoord Albion Zwemclub. Plaatsen. We zijn begonnen en de voorsprong is er voor de Duinkikkers in baan nummer 3. Selim Iheb Salem zwemt daar in een tijd van 23.02 naar de muur. Feyenoord Albion Zwemclub in tweede positie. In de derde positie voor de zwemvereniging 44. Lucas Beemer van de Duinkikkers behoudt zijn voorsprong. 47.68 is daar de overnametijd op 100 meter. Tweede positie voor Albion in 48.21 en de derde positie voor de ZV 44 in 49.66. De Duinkikkers nog altijd aan de leiding in de tweede positie voor Albion. Derde positie is het wat dichter bij elkaar. Overname voor de Duinkikkers op 150 meter in 1.14.64. Albion in 1.16.62. Een seconde of twee, dus verschil daartussen. Derde positie voor ZV 44, 1.17.10. En Dedemsvaart AC 1.17.39. Daar dus zijn de verschillen wat kleiner. En nu zien we dan ook dat Dedemsvaart AC er voorbij zwemt. Het is daar Linde Kolkman die naar de tweede positie zwemt en wellicht nog wel naar de eerste. Maar de Duinkikkers stikken als eerste aan in een tijd van 1.43.27. Dedemsvaart AC 1.43.40, 1300ste van een seconde. Verschil slechts met de Duinkikkers, maar is goed voor een tweede aantiktijd. En Albion de derde aantiktijd in 1.44.41. Tijden zijn ook officieel. We gaan verder met de tweede serie. Op baan 8, Hellas Glana. Op baan 7, VZC. Op baan 6, WVZ. Op baan 5, Hellas Glana. Op baan 4, De Dolfijn. Op baan 3, Feyenoord Albion Zwemclub. Op baan 2, Nuenen. En op baan 1, ZPC Amersfoort. We zijn begonnen en daar pakt in baan 3 Feyenoord Albion Zwemclub de leiding met Perry Laarhoven. 22.33, snelle 50 meter hoor. Daar de tweede overname voor Hellas Glana en de derde overname is voor de Dolfijn. En zij volgen dan meer dan een seconde na Albion. Verna de Groot moet de voorsprong dan afstaan aan de heren die opgesteld staan in baan nummer 4 van de Dolfijn. Emiel van Oort,
46-19 is die tijd. En Hellas Glana 46-46. En de derde overnametijd is van ZPC Amersfoort in 47-76. Dat zijn kleine verschillen, maar fors aan de leiding. Nu is het nog altijd in baan nummer 4, de Dolfijn. Kinge Sandringa die de voorsprong behoudt. Dit is de lengtevoorsprong op Hellas Glana. De Dolfijn in 1.11.53 en Hellas Glana in 1.12.78. Een ruime seconde. Amersfoort in 1.13.87, de derde positie. Ook wederom een ruime seconde daaronder. Dan de Dolfijn, Femke Hoppenbrouwer. Zij moet het daar waarmaken. We kijken ook naar die 1.35.93, want dat is natuurlijk de tijd van het kampioenschapsrecord. En daar komt ze bij in de buurt, maar daar gaat ze net iets boven finishen. Hier Femke Hoppenbrouwer naar de muur in 1.37.14. Albion de tweede tijd in 1.37.87. En de derde tijd voor Hellas Glana in 1.37.88. En dat is bizar, want het is een honderdste van een seconde tussen Albion en Hellas Glana. En we zien ook dat die tijden officieel zijn. En dat betekent dat we naar de summary gaan om te kijken wie de Nederlands kampioenen zijn. En dat is 1.37.14. Het team van de Dolfijn. En dan vriendelijk verzoek aan de coaches van de Dolfijn en VZC om je te melden bij de scheidsrechter. De coaches van de Dolfijn en VZC. We maken het bad gereed voor de ceremonie protocolair van de programmanummers 102, 104, 106, 108 en natuurlijk 12 die zojuist hebben gezwommen. Dames en heren, dan meld ik u nog even dat er niet mag worden gezwommen in het wedstrijdbad. Dat kan pas na de ceremonie protocolair. U kunt wel in- en uitzwemmen in het bad achter het scorebord uiteraard.
ceremonieën, protocolair. De medailles die worden uitgereikt door de heer Wouters namens de organiserende vereniging Blue Marlins. Ceremonie van programma nummer 102, de dames 50 meter vrije slag para-zwemmers. Tweede is daar geworden met 604 para-punten voor Blue Marlins Aguila Dolsma. En de winnares 730 para-punten voor de krabben Suzy Bellis. Ceremonie bij de heren 100 meter wisselslag para-zwemmers. De winnaar veroverde 593 para-punten voor MSV Zeemacht, Christophe Smit. Ceremonie bij de 50 meter schoolslag, dames para-zwemmers. Derde is geworden met 493 para-punten voor Batavia Swim, Quinet van der Spek. Tweede met 622 para-punten voor de krabben, Suzy Bellis. En derde, en eerste moet ik zeggen, met 648 para-punten voor Blue Marlins, Aguila Dolsma. Ceremonie bij de heren 50 meter vlinderslag para-zwemmers. Daar is de winnaar met 580 punten voor MSV Zeemacht, Christophe Smit. Ceremonie, gemengde 4x50 meter vrije slag estafette. Derde is geworden in een tijd van 1.37.88, het team van Hellas Glana. En dat team werd vertegenwoordigd door Niels de Boer, Lars van der Heijden, Judith Houtvast en Chantal Sende.
tweede is geworden in 1.37.87. Feyenoord Albion Zwemclub. En de winnaars in 1.37.14, de Dolfijn! En de Dolfijn werd vertegenwoordigd door Roelof Stoetser, Emiel van Oort, Kinge Zandringa en Femke Hoppenbrouwer. En alle medaillewinnaars verdienen natuurlijk uw applaus. We danken de heer Wouters voor het uitreiken van de medailles. En dan maken we het bad gereed om natuurlijk zo dadelijk te kunnen starten met de finales. En die zullen aanvangen om 5:30. Er mag tot 4:15 nog in- en uitgezommen worden in het wedstrijdbad. Thank you.